Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, de schoentjes weer aan. De schoenen weer aan. Hé, hey, daar hebben we de kippen ook. Mooi kippen. En hanen. Zo, ik moest even de dingen pakken. Hoe moest ik dat pakken? Je zonnebril, zei je. Oh, ja. Weer een stukje op streek. We zijn net door Brienne Le Vieux. Het dorpje wat ligt voor het dorpje van Brienne Le Château. We hebben al heel in de verte het château gezien. En ja, we gaan via de bossen naar het dorpje. Nou, we zullen daar eventjes rondneuzen voordat we de terugweg aanvaarden. Maar, ja, het gaat weer allemaal door het land heen. Net even een stukje over de hoofdweg. Maar hier is het een en al landelijk gebeuren. En ja, dat is prachtig in de herfst. De kleuren komen steeds meer tevoorschijn. Ja, en we mogen niet klagen, want het is een graadje of 16. En het zonnetje schijnt, het is een klein beetje bewolkt. Dus het is een prachtige wandeldag. Nou, we komen het bos uit en ja, dan draai je zo een weg op en dan keren we ons om en ik zal het even laten zien, dat gebeurde bij ons ook, kijk, een heel mooi kasteel. El, hoe heet dat dorpje ook alweer, want het is natuurlijk het kasteel van... Een Château Le Brenne, of Brenne Le Château heet het. Dat heet het plaatsje volgens mij hierachter, ja, hè? Ja, zo heet het plaatsje. Nou ja, we hebben hier een soort... Een soort oprijlaan idee. Ja. Ja. Ooit was dat het wel, denk ik. Ik denk dat er nu een andere oprijlaan is. En het is wel een beetje wind. Ja, de populieren zijn geel. Ja. En die hoorden wat we zuizen boven. Wat een laan, hè? Ja, mooi, hè? Moet je kijken. Echt prachtig, joh. Op de wandeling een bomentuin die we tegenkomen. Een arboretum, zoals ze het hier noemen. Ja, je ziet allemaal verschillende bordjes die bij de bomen staan. En ze hebben hier allerlei verschillende soorten dus bij elkaar gezet. Ja, ook voor educatieve doeleinden. Ja, mooi hoor. Dat kom je toch wel gewoon weer tegen op zo'n wandeling. Altijd weer verrassingen. Eentje. Deze gigant is een sequoia. En sequoia's die staan in Amerika al meer dan 1000 jaar, misschien soms wel 2000 jaar, in het Sequoia Park, National Park. Maar hier staat er ook een. En die is niet zo immens als in Amerika.
Maar hij heeft toch best een aardige omvang. Kijk, dit ben ik. Dit is de boom. Nou. Even oud. We gaan even een vuur sur le château hebben. Dan moeten we hier naar boven. Oh nee, ofwel. Ja, we lopen een heel klein trappetje. Grappig. Jullie staan weer in de pittoresk. Maar. Oh. Spannend. Wat een château, hè? Nou, de historie gaat best ver terug. Het is gebouwd op een middeleeuws bouwwerk. Maar eigenlijk in 1770 helemaal opnieuw opgetogen door een beroemde architect uit die tijd. Hier in de buurt waren ongeveer 4 families die eigenlijk de boel zaak uitmaakten. En één daarvan was Jean Le Brienne. En dit is Brienne Le Château. Dus ja, daar... komt de naamgeving vandaan. Ja, mooi, zo'n oude historie. Het is ook een psychiatrisch ziekenhuis geweest trouwens. En ik denk dat dat in de tijd niet heel fijn was om daar te vertoeven. Met alle methodes die nu verboden zijn en toen gehandhaafd werden. Maar ja, het gebouw is er nog. Hier boven in Napoleon. Napoleon. En hier ook. Die staat hier ook. Nou, Napoleon die is heel vaak in Brienne le Château geweest. Want hij heeft hier een deel van zijn jeugd doorgebracht. Omdat hij hier een militaire academie doorlopen heeft. Hij werd trouwens heel vaak gepest hier. Gepest, ja. Een beetje belachelijk gemaakt omdat hij een Corsicaanse accent had. En ook, hij was van een nederige afkomst. En al die adel hier die op die academie zat, die vond dat eigenlijk maar niks. Het is wel bijzonder dat hij later dus nog op het château geweest is om de hertogin van Brienne te bezoeken. En later natuurlijk koning, tot koning en keizer gekroond is. Dus ja, hij heeft zijn gram wel gehaald hier in dit dorp. We zijn even in een bakkertje, een boulangerie. Oh, daar komen mensen aan. Maar ze is een broodje voor ons aan het maken. Heel lekker. Met een pen. We hebben net in een lekker hap in het dorpje een broodje gehaald. En lekker opgegeten. Onze zoon nog eventjes gesproken. Die heeft een autootje gekocht. In Limburg. Dus vanmorgen met de trein vertrokken naar Kerkrade gereden. En een autootje gekocht. En het is hetzelfde autootje als onze dochter. Dus een oud beestje, maar met nog maar 30.000 kilometer op de teller. Dus nou, ik hoop, wij hopen natuurlijk... dat hij daar heel veel plezier van gaat hebben. De bus, de brandweerwagen, die je natuurlijk in eerdere vlogs gezien hebt, die zet hij van de winter op stalling. En dan heeft hij deze auto voor het woonwerkverkeer. En zijn vriendin heeft dan de Peugeot, om hetzelfde te doen.
Leuk hoor. Autootje. Autootje van 20 jaar oud. Ja. Nou ja, er mag hier weer niet in, dan kunnen we altijd nog wel open doen. Links van mij staan de suikerbieten. Volgens mij kan dat hierdags wel groot worden, want die dingen zijn een partij groot. Ik weet niet of je kan zien. Kijk, daar zitten ze eigenlijk allemaal naast elkaar. Nou zeg ik wel zo stellig dat het suikerbieten zijn. Dat denk ik. Heb ik het nou fout? Laat het eventjes even onder deze video eventjes zet het even neer dan, hè. Hè? Oeh, en Ellen heeft weer een walnotenboom. Nou, hier liggen er veel. Nou ja, hier liggen er veel. Dan gaan we weer eventjes even zoeken. Kijken. Kijk, mooi hè. Het geeft de natuur gewoon hè. Ja, is toch heerlijk. Lekker in de yoghurt. Echt leuk. Nou, hij zal we kunnen niet eens meenemen zoals hij wil. Wil je mijn tasje open doen? Ja, dat ga ik doen. En we zijn weer terug in Genville. Heerlijke tip. We moeten nog een stukje naar de camping, maar door de hoofdstraat heen. Dan zijn we bij de camping en dan gaan we lekker een drankje doen en een nootje nemen. De wandelschoenen uit, de beentjes omhoog. En dan begint de rest van de dag.